welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben René. Hoi, ik ben Sergio. Hoi, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben René. Ik ben Sergio. En we zijn tv aan het kijken. En Herbul Istanbul. Ja, want deze meneer begint het ook nodig te hebben. Dus we zijn wel geïnteresseerd. Ja. Het wordt erg dun. En om een kruintje ook, hè? Zie je dat een beetje? Het is alleen een beetje hiervoor wel. Ja. Dat het toch echt wel wat lichter wordt, hè? Wordt sparen. Als een mannen. Als een mannen. Misschien kunnen we een dubbeldeal regelen met mijn pa. Ja, precies. Ja, die was ook geïnteresseerd. Ja. Dus. Ik wil ook nog heel eventjes iets zeggen over Willem. Want ik vind wel, er wordt weer zo'n bak stront over die gasten uitgegooid. En ik moet zeggen, het nummer vind ik echt rocken. Ik vind hem echt vet, ik vind hem lekker, ik vind hem rauw, ik vind hem hard. En ja, het neigt hem, of neigt niet, hoe zeg je dat? Het heeft wat weg van Guns N' Roses. Maar dat is toch lekker? Ik bedoel, welk nummer heeft nou niet iets weg van iets anders? Een ander nummer. Dus ik vind het gewoon vet. Jij? Ja, ik vind hem ook super tof. Kijk, of het wat gaat doen voor het Songfestival, weet ik niet. Maar ja, ik heb sowieso niks met het Songfestival. En ik denk altijd van, ja, de nummers die daar winnen, slaat gewoon helemaal nergens op. Klopt. Dus maak nou maar gewoon een tof nummer. En het boeit helemaal geen ene moer of je nou eerste wordt of wat dan ook. Het is gewoon tof. Het is op nationale tv. En jij hebt gewoon een tof nummer. Dus. Willen, go for it. Damn. En daar zijn we. Zo, eenmaal aangekomen in de Amsterdam Rij. De babybeurs en de dames moeten pissen. Heel nodig. Dus, we hebben eerst even geparkeerd. Nou, we gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen doen. Hè? Ja. Daar ben ik erg specifiek naar op zoek. Ja, ik weet niet wat ik aan moet zeggen. Baby's. Wat heb je nodig alweer? Tietjes, vlammetjes. Flesjes. Hartjes. Hartjes? Hartjes. Eentjes. Ik weet niet wat ik zit hier. Ik wil hier. Up in the air. Flying with you. Wat is het? Ik heb een wie rijdt er naar huis dan? Baby, waar kijk je nou naar dan? Baby. Oh, dat is wel handig. Voor als je naar de oppas moeten. Even voor jou een coach. Ja, even voor jou een coach. Wij hebben coachje. Dat zijn jullie ook. Angelique, we hebben de keuze al gemaakt. Dat is echt bekend van Diefax. En we hebben eigenlijk het verschil tussen een S-fles en een rechte fles.
is eigenlijk als je ziet, als je een rechte fles zou hebben, dan zit eigenlijk vloeistof in. Op het moment dat die eigenlijk bijna open is, gaat die speen niet meer gevuld zijn. Je moet altijd ervoor zorgen dat de speen goed gevuld is. Omdat je anders eigenlijk lucht begint te eten, dan heb je meer kans op buikkamers. Dus wat gebeurt er bij een traditionele fles? Ben je aan het eten en je moet meer begint te kappen en je zit je kind meer en meer te heffen. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Je bent aan het eten. Kind nog meer achter en opeens krijg je zo'n tsunami van voedsel binnen. Als je soep eet, pak je ook niet bord. Het is gewoon niet lekker, want allemaal op je gezicht. Dus wij hebben eigenlijk de S-fles ontwikkeld daarvoor. En dat betekent dat de vloeistof eigenlijk op het laagste punt komt. Dus deze speen is altijd gevoerd. Dus je kunt eigenlijk op een heel natuurlijke halve de volledige fles voeren. Dat is al één voordeel. Neem op de andere weg. Je kunt ze heel gemakkelijk uit elkaar draaien. Dus je kunt ze heel gemakkelijk reinigen. Je kunt dus ook alle onderdelen en alle kleuren mengen. Maar wij hebben alle babyflessen tegenwoordig is anticoliek. En anticoliek is echt zorgen dat ze eigenlijk minder en minder buikkrampjes krijgen. De meeste andere merken hebben een anticoliek systeem met een paar openingen in de speen. Als je een kindje hebt dat eigenlijk een te grote hap doet, dat die er voor zorgen dat die eigenlijk het anticoliek systeem minder mond neemt en dat eigenlijk dus niet werkt. Dus we hebben gezegd met Bifax, we moeten kijken van oké, dus het kan niet van voren, dus we doen het van achter. Vanachter, we hebben ze allemaal gaatjes gemaakt in de bodem. Maar wat je nu een beetje hebt, is als je nu zou voeten en je stopt even, heb je een tsunami op je boek. Dat is ook niet prettig, al tweede keer. Dweilen. Ja, precies, moet je dweilen. Dus hebben we eigenlijk daarvoor een ventiel ontwikkeld. En hier zie je, dat is een S-ventiel. Hier zie je dat er eigenlijk een soortje van opening is. Dus elke keer als het kindje zuigt, even kijken, dan gaat die open. En dan, en dan gaat hij open, dus elke keer als hij zacht kan er dus eigenlijk lucht in. Dus ook ervoor dat hij eigenlijk de melk naar beneden doet. En elke keer als hij dus zoals hij nu in rust, is hij gesloten. Dus dat betekent dat hij eigenlijk niet gaat lekken. Ja. En dat is eigenlijk het grote voordeel van het anticoliek systeem bij Difax. Wij zijn ook marktleider. En 60% van de baby's. Ja. Het eerste flesje. Limited edition. Niet zomaar iets, hè? Mooi. Mooi, hè? Ja. Allemaal tegen krampjes en slikken en stikken en... Anatomisch gevormd. Ja. In één keer leegzuigen, drinken en zo. Kom maar in de... Er ook bier in. Hij is goed te rijden, hoor ik. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben René. Hoi, ik ben Sergio. En vanavond gaan we lekker gezellig eten met familie van Ginkel. Helaas konden Laura en Denny niet, die waren een weekendje gezellig weg. Dat waren ze even vergeten. En mijn moeder komt, Jennifer, Marius en de kids. We hebben het even gezellig gemaakt. Ja, ja, ja. Het moment is daar. De motor is gearriveerd. Sneeuw is weg. Het is lekker weer. Het is wel donker. We kunnen ongetwijfeld nog een rondje gaan rijden. Here he is. Top toch? Een goede avond. Kijk eens aan. Ja, ja. 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 Ja
down here. And I'm on a high. So meet you. Maatje S is voor me. Oh. Bruut, bruut. Zet hè? Moet even, hij moet zelfs even scherp van stellen. Ja, ja. En? Number two. We are twins, baby.